gaan naar een van mijn favoriete onderdelen. Muziek, hoe kan het ook anders? En in de studio heb ik Ron en Ger van Beautiful Gardens. Nee, Beautiful Garden is het, hè? Beautiful Garden. Want het heeft te maken met Schoonhoven. Ja, Schoonhoven, mooie tuin. Juist, mooie tuin. Hoe lang bestaat de band eigenlijk al? De band bestaat vanaf 1966 onder de naam Boom 66. In 1967 werd dat Meshet. In 68 kwam Gerde erbij bij Meshet. In 1969 werd het Group Act en 1970 Beautiful Garden. We zijn wel tussendoor gestopt. Dan zijn we een andere band begonnen, Windmill. De begeleiding van artiesten, grote feesten en dat soort dingen nog meer. Maar later toch weer opgestart. En nu is de eerste bezetting, zijn we weer bij elkaar. Ja, en wat voor genre moet ik het zoeken, Beautiful Garden? Ja, popmuziek. Het was echt in de begintijd, was het zeg maar Close Harmony. De ja. Close Harmony nummers. Ja, groeps als Turtles, Association, Ivy League, in Nederland Buffoons. Dat soort muziek speelden we in de beginperiode. Later is dat wat meer echte popmuziek geworden. Ook Latin popmuziek, Santana-achtig. Maar ook Moody Blues en dat soort, wat leuk. Ja, soort muziek. Mag ik aan jou vragen, wat is een van je leukste herinneringen uit die tijd? Want je bent dan iets later bijgekomen. Ja, dat is ook alweer heel lang. Dat is alweer heel lang natuurlijk. Maar wat is een van je leukste herinneringen uit die tijd? Nou, de studio-opname die we maakten, de singles die we opgenomen hebben. En toch ook wel de vele optredens. En er waren altijd, als muzikant zijnde, leef je daar gewoon naartoe, naar je optredens. En de meeste waren gewoon fantastisch om mee te maken. En er waren ook al wat mindere bij, maar... Ja, maar dat heb je. Ja, dat... Het zijn juist die hoogtepunten. Wat is nou een van de hoogtepunten van activiteiten? Dat je echt zo van, nou, daar heb ik echt de beste herinneringen. De beste herinneringen? Nou, ik vind dat... toch die studio opname. Ja? Ja. En zeker met die singles. Want wanneer kwam de eerste single uit? Die kwam uit in begin 1973, is opgenomen eind 72. Begin 1973 is die echt uitgekomen, zeg maar. Ja, en die is nog steeds te vinden, hè? Ja hoor. Op YouTube? Op YouTube, maar ook op de rommelmarkt, daar kom je hem nog wel eens tegen. Het is natuurlijk een single, het is uitgebracht op vinyl. Ja, dat is vinyl. Uit hoeveel, mag ik aan jou vragen, uit hoeveel leden bestaat de band normaal gesproken? 5. En wat speel je eigenlijk? Ik ben solo-gitarist. We hebben dus als basis de bas van Ron. Ja? We hebben de drums. En we hebben mij als solo-gitarist. En de toetsenman. En dan mis ik er nog eentje. Dan mis je een slaggitarist. Een zanger. Een zanger. Een zanger. Ja. Dick Hegeman. Ja. Ja, want ik denk, we zijn met z'n vijven. Ja, daarom. Nou is het zo dat... Jullie hebben heel veel opgetreden. Ja. Ik dacht net ook van... Heb je dat allemaal in je vrije tijd gedaan? Of was het op je werk? Nou, was het vaak na het werk en de weekenden. Nu is het door corona natuurlijk dat alles stil is gelegd. We zien allemaal optredens op televisie ook zonder publiek. Hoe hebben jullie deze tijd ervaren? Lastig. Maar goed, we hebben het wat opgepakt. Apart van elkaar zijn we thuis muziek gaan maken. Wat dingetjes opnemen, wat uitproberen en kijken wat we kunnen maken. Hebben jullie ook zeg maar met elkaar gerepeteerd online? Dat je met de band, of hebben jullie het echt per persoon gedaan? We hebben sowieso, zijn we thuis op gaan nemen, ieder voor zich. En dan wel met contact af en toe met elkaar, maar die resultaten, die werden dus eerst op een basis, zeg maar, op een vast ritme, werden die opgenomen. En door ieder apart. En dan ga je de boel dus mixen met elkaar. En kom je tot een resultaat. Voor een paar keer hebben we dat gedaan. En, dat is een leuke bezigheid om toch een beetje actief aan de gang te blijven. Ja, want uiteindelijk moet je toch wel je vaardigheid blijven behouden. Ja, zeker. Ja. Wat heb jij gedaan? Wat ik gedaan heb? Ik ben dus bezig geweest met allerlei toestanden opnemen. Nummers, popnummers, echt instrumentaal gaan maken. Daarbij proberen alle instrumenten, dus allemaal met toetsen en andere drums en zo erin te zetten. En zo een nummer op te nemen. Ja. Nou laten we daar even een stukje naar gaan luisteren. Thank you.
te luisteren. Hoe vond je dat in je eentje zo doen? Nou, ik vond het wel leuk eigenlijk om te doen. Ja, ja en, ga je er ook mee ik door? Ik ga er mee door, ja zeker. Want hoeveel heb je er nu gemaakt? 77, denk ik. Oh, dat is best wel veel, hè? Ja, we hebben productief. Dat verbaast me. Ik denk, je hebt het over 3-4 keer of zo, maar... Nee, dat red ik niet, Nee. En Germa G, jij hebt dat ook gedaan. Ja, ik doe het ook. En ook nog met een ander beentje. En voor mezelf op een eigenlijk een heel andere manier. Ik maak er ook een videootje bij, maar ik ben niet zo productief dat ik er zoveel... Want jij staat dat... gemiddelde van 2 per week. Onderhand wel, ja. Ja, maar goed, dat is als je thuis bent en je houdt van muziek... en dat je denkt van of ik ga het luisteren of ik ga er wat mee doen. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk zelf op te nemen. Maar ik heb ook wel hulp van anderen dat er een backing track van een andere muzikant bij gemaakt wordt. En waar ik dan zelf ook weer mijn eigen invulling aan geef. Waar kunnen we jullie vinden? Is het onder de noemer Beautiful Garden? Of hoe kunnen mensen zien wat jullie gemaakt hebben op YouTube? Nou, voor mij kunnen ze kijken onder Me and Myself. Want dat is mijn project die ik gemaakt heb. Ja. Dus Me and Myself, Guitar Instrumentals. Ja, en van jou? Voor mij gewoon mijn naam. Ger van der Lagemaat. En daar ben je onder te vinden? Ja. Helemaal goed. Nou, vind ik het leuk. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik heb bij RTV Krempenerwaard een muziekprogramma, Mago's Muziekmix. En daar geef ik eigenlijk talenten uit de hele regio een podium hier in de studio. Vinden jullie het leuk als ik jullie in het najaar een keertje vraag om te komen spelen met de band? Dat zullen we met z'n allen moeten overleggen. Dat we zijn een democratische band. Dus, heel goed, met z'n vijven. Ja. En het is natuurlijk ook nog zo, van, dat hangt natuurlijk vanaf wat er allemaal mogelijk is. Ja. Maar ik nodig jullie graag uit voor dat programma. Okay. Goed? Dankjewel dat jullie er waren.